zit namelijk zo, ik heb jarenlang theologie gestudeerd. En is wel een leuk onderwerp deze kerk ook. De hemel, dames en heren, de hemel is onsterfelijk. Ja, ik zou even naar u komen. Weet iemand toevallig de naam, de bijnaam van de hemel? Kattenmens. Kattenmens. Zelfs stond hier, drink ik door. De hemel noemt zich Kattenmens. Ze waren vroeger heel arm en als ze alles een stukje vlees te pakken konden krijgen, dan mepten ze een kat. En die kreeg best lekker. Als wij vroeger met kerstmis een konijn bestelden met konijn, moest er wel de kop aan zitten, omdat je zeker wist dat. Ja, dat is geen kat. Maar dames en heren, dan brengt mij dus bij het onderwerp dat de helmond onsterfelijk is. De helmond, als die dood is, dan wordt hij begraven. En dan denkt iedereen, daar zijn we mooi vanaf. Die helmonders die liggen dan onder de grond en die worden opgegeten door de pieren. Ze zijn vaak ook goed gemarineerd, dus die pieren die zijn ook in. En als het gaat regenen, komen de pieren boven de grond. En ze steken hun kopje zo boven de aarde. En daar zit een merel en die hupske werkt die. De pier is in de merel. Op de hoek van het kerkhof zit een kat. En die. Ja, oh nee! Bij Merel, in de kast. En achter die beukenbom, daar zit een helmond. En hij trouwt, gooi. Mijn kast. Waarmee de cirkel dus rond is. De helmond wordt opgegeven door de pieren. De pieren, ik leg het even uit, sorry, niet begrepen. De helmond door de pieren door de merel, de merel door de kast. En ik kan door de helmond door de pieren. Dus in het geval van eeuwigdurende reïncarnatie. Moet je hier gecijferen? Nee, reïncarnatie. Ja, daar kan ik daar niet over zeggen. Dit hele verhaal dient eigenlijk alleen om te camoufleren dat het een heel kort liedje is. We gaan even. We gaan een niveau over. We gaan ons verheffen. Ze liep op straat, ze keek niet uit, toen is ze overleden. De kat is dood, de kat is dood, de kat is kei kapot. De kat is nou bij God. Instrumentaal dingetje doen. In dit geval mandoline en harmonica. En gitaar. En gitaar. Het liedje is een keer van mijn hand. En het gaat eigenlijk over het feit dat het, toen ik er uiteindelijk over nadacht wat het was, van hoe ze naar de titel komen. Toen dacht ik van nou, het zijn eigenlijk allemaal aan elkaar geplakte, geknoopte. Rare nootjes, en dat is wat het is. Ja. En het heet daarom Geweerbar. En ja, het is een, op Brabants, in Brabant is alleen van een grapje. En dat gaat als volgt van, ons vader is zijn geweer kwijt, hij weet niet meer waar zijn geweer waren. Dus zijn geweer. Geweerbar. Thank you.
het grote geld.